Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Superhuman. Net als het jaarsalaris dat Lionel Messi verdient. Voor dat salaris moet de gemiddelde Nederlander namelijk 3657 jaar werken. Messi verdient bijna 16.000 euro per uur. Elon Musk wisselt stuivertje met Jeff Bezos om de titel rijkste man op aarde. Musk heeft een vermogen van rond de $190 miljard. Daarvan kan hij zo'n 2,3 miljoen Tesla's kopen. En dan bedoel ik wel die luxe versies. Ahold Delhaize boekte in het coronajaar 2020 een recordomzet van €74,7 miljard. En de topman van dat bedrijf verdient zo'n €4 miljoen per jaar. Een 17-jarige vulploegmedewerker van Albert Heijn verdient €6,17 per uur. Bij een fulltime dienstverband is dat zo'n €10.000 per jaar. Nederland is na de Verenigde Staten het land met de grootste vermogensongelijkheid. Kijk maar eens naar dit rijtje. De financiële kloof tussen de allerrijksten in Nederland en de rest van de bevolking is enorm groot. De rijkste 1% van de huishoudens bezit ongeveer een derde van al het private vermogen in Nederland. Dat staat in schril contrast met de miljoenen huishoudens die helemaal geen vermogen hebben. Of erger nog, alleen maar schulden. Armoede in Nederland is een probleem dat hardnekkig is. Bestond er maar een snelle, eenvoudige manier om iets aan deze ongelijkheid te doen, zou je denken. Nou, die is er. En die oplossing zit hem in onze belastingen. En de komende 15 minuten neem ik je mee in een verhaal. Over hoe de winsten van bedrijven en aandeelhouders de pan uitreizen, maar werknemers daar niet van profiteren. Over hoe multinationals bijna geen belasting betalen over hun megawinsten. En over hoe we de allerrijkste steeds minder belasting zijn gaan betalen. En over hoe we dat gaan veranderen. Dit is het huidige regeerakkoord. Vertrouwen in de toekomst. Hierin dook in 2017 ineens een alinea op die niemand in zijn verkiezingsprogramma had staan. Het kabinet wilde €2 miljard uitgeven om de dividendbelasting af te schaffen. Dividendbelasting is een belasting op uitgekeerde winst voor aandeelhouders. Maar waarom wilde Rutte die eigenlijk afschaffen? Al snel bleek dat dit vooral bedoeld was om twee grote bedrijven te paaien. Shell en Unilever. Ging het dan zo slecht met deze bedrijven? Nou, niet bepaald. Shell maakte bijvoorbeeld in 2018 een dikke €20 miljard winst. En Unilever bijna €10 miljard. Bizar veel winst dus. €2 miljard per jaar, bedoeld om slechts die twee bedrijven te paaien. Of beter gezegd, hun aandeelhouders. Volgens Mark Rutte liepen we, als we deze belasting niet af zouden schaffen, het levensgrote risico dat bedrijven weg zouden gaan en zich elders zouden vestigen, waar de fiscale klimaat gunstiger is. Maar werkte deze maatregel wel? Nee, ze zijn er niet zeker van dat die werkt en inderdaad bedrijven hier houdt, maar ze zetten toch door. Er is ook stevig voor gelobbyd trouwens door bedrijven als Shell. Kortom, ze hadden geen bewijzen dat deze maatregel, die €2 miljard zou gaan kosten, dat die ook echt zou gaan werken. En het meest ontluisterende, was stevig door gelobbyd door Shell. Hoe kan het dat Mark Rutte zoveel geld wilde geven aan die twee bedrijven, terwijl hij ook de armoede had kunnen aanpakken in ons land? €2 miljard per jaar. Daarvan kun je 10 miljard van die ijsjes kopen, van die raketjes. Of 6,8 miljard rollen wc-papier van de Albert Heijn. En dan bedoel ik wel die lekkere, stevige drielaags variant. Maar veel belangrijker, daarvoor zouden we ook het eigen risico kunnen afschaffen voor lage en middeninkomens. Of de tandzorg weer gratis maken. Of de salarissen van leraren in het basisonderwijs verhogen. En waarom kiezen we daar niet voor in Nederland? En hier wil ik even stoppen, want dit is belangrijk. Ik zeg opzettelijk kiezen. Waarom kiezen we hier niet voor? Ongelijkheid is namelijk een politieke keuze. Er is meer dan genoeg geld om alle armoede het land uit te helpen. Alles wat we nodig hebben is al in ons land. Alleen gaat dat geld op dit moment naar de verkeerde dingen. Het nationale inkomen groeide de afgelopen decennia enorm. En toch merkt bijna niemand dat in zijn portemonnee. Wist je dat de afgelopen 40 jaar het besteedbaar inkomen per persoon 40 procentpunt is achtergebleven bij de economische groei? Kijk maar eens. Een gemiddeld huishouden in Nederland krijgt een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen. Dus ondanks de economische groei heeft een gemiddeld huishouden, gecorrigeerd voor inflatie, vrijwel hetzelfde besteedbaar inkomen als een huishouden uit 1977. Terwijl in de jaren 60 en 70 het besteedbaar inkomen van huishoudens juist verdubbelde. Hoe komt dat? Vooral de vermogenden, de aandeelhouders en de bedrijven die profiteerden. We gaan even naar januari 2019. Naar de jaarlijkse conferentie van het World Economic Forum in Davos.
Daar zei de Nederlandse historicus Rutger Bregman het volgende. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Hij zei dit op een conferentie voor de rijkste en machtigste mensen op aarde. Zoals de CEO's van Amazon, Unilever en Shell. Hij zei dus, zolang jullie over de miljardenwinsten van jullie bedrijven geen belasting betalen, is dit gefilosoferen over liefdadigheid en goede doelen bullshit. En zijn speech ging de hele wereld over. Rutger Bregman. Rutger Bregman. Rutger Bregman. Rutger Bregman. Rutger Bregman maakt hier een heel terecht punt. Veel grote bedrijven slepen miljarden binnen, maar betalen daar door slimme boekhoudtrucs en soms gewoon door gebruik te maken van de mogelijkheden geen belasting over. Het morele besef van die bedrijven is dan ook vaak ver te zoeken. En dat komt natuurlijk wel vaker voor bij de extreme rijken. In 2013 perfect vertolkt door Leonardo DiCaprio in de rol van de Wolf of Wall Street. I want you to understand, we don't do anything illegal whatsoever. I mean, you could talk to the SEC, they were at my office 15 times over the last 6 months. So, I mean, I got nothing to hide. Die ongelijkheid in Nederland was niet altijd zo groot. Vanaf de jaren 50 nam het in Nederland bijvoorbeeld af. Het was de tijd dat het sociaal-democratisch gedachtegoed stevig voet aan de grond had en onze verzorgingsstaat opgebouwd werd. In de decennia vanaf de jaren 50 kregen we zo de AOW, de bijstandswet en de wet op arbeidsongeschiktheid. Nederland stond samen met de Scandinavische landen internationaal bekend als een sociaal land, waar je het ook goed kon hebben als je het minder had. Hoge inkomens en grote vermogens werden zwaarder belast, een stuk zwaarder dan nu het geval is. Zo was in 1980 de belasting die bedrijven over hun winst moesten betalen nog 48%. Inmiddels is dat gehalveerd. En in 1980 betaalden mensen die in het toptarief zaten nog 72% belasting over hun inkomen. Inmiddels is dat minder dan 50%. Vanaf de jaren 80, als het neoliberalisme in Nederland met de kabinetten Lubbers zijn intrede doet, begint in Nederland de afbraak van de verzorgingsstaat. Alles ging draaien om economische groei. En tegelijkertijd werd de overheid zo klein mogelijk gemaakt. Hoge overheidsuitgaven zitten de economie maar in de weg, zo is de overtuiging. En zo gebeurt het dat de verzorgingsstaat voor mensen wordt afgebouwd en dat daarvoor in de plaats een verzorgingsstaat voor bedrijven werd opgebouwd. Niet raar dus dat vanaf de jaren 80 de ongelijkheid in ons land begint toe te nemen. Alles draait om het bedrijfsleven. En in die bedrijven is er vaak een grote kloof tussen de aandeelhouders, het bestuur en de top aan de ene kant, ten opzichte van de werknemers op de vloer aan de andere kant. Ik ben Tex Meeuwissen, de directeur, maar dat spreekt denk ik voor zich. Ik ben floor manager daily operations. En ik doe eigenlijk alles wat Tex tegen Ryan zegt, maar ik breng het over op de vloer. Ik ben Eva, hoofd HR. En ik zorg ervoor dat de sfeer gewoon heel goed is. Ik ben Mark, ik ben senior hoofd HR. En ik zie er eigenlijk op toe dat Eva haar werk heel goed doet. Ja, ik ben Eva, de andere Eva. En ik ben communicatiefacilitator. Ik zorg ervoor dat Max en Trong in direct contact kunnen staan via mij. Het gevolg van die focus op het bedrijfsleven is dat wat goed is voor de baas en de winst niet altijd goed is voor de werknemers. En dat terwijl die baas daar zelf nog wel eens anders over denkt. I'm very proud of the culture that we have at Amazon. A former worker at Amazon's Swansea warehouse has told BBC Wales the staff are treated like robots. If you're giving a great customer experience, there's the only way to do that is with happy people. Workers are so pressured to meet targets that they're forced to urinate in bottles. Can't do it with a set of miserable people, watching the clock all day. De man die we in het filmpje prachtige positieve teksten horen uitspreken is Jeff Bezos, de baas van Amazon. Hij heeft een krankzinnig vermogen van rond de $190 miljard. Jeff Bezos heeft dan ook meer dan genoeg geld om zijn personeel fatsoenlijk te betalen. Maar hij kiest ervoor om dat niet te doen. En ja, we kunnen dit afdoen als een extreem voorbeeld uit Amerika. Maar tegelijkertijd zien we dit soort praktijken ook in Nederland. Van PostNL weten we al langer dat ze het personeel onhaalbare targets oplegt en te weinig pauzes gunt. Een pakketbezorger bij PostNL moet vandaag de dag 800 pakketjes per uur verwerken. Dat is elke 4 seconden een pakketje. Ja, en nog één. Ja, en dan nog één. En zo de hele dag door. Je krijgt er rug- en nekklachten van en een slecht loon. Zo'n €10 per uur. En ongeveer 1 op de 10 medewerkers heeft maar een vast contract. Maar intussen maakt PostNL jaarlijks vele miljoenen euro's winst.
De baan van de postbezorger is er al niet beter op bij PostNL. Er is vaak amper tijd om tussendoor naar het toilet te gaan. En dat is nu in deze coronatijd alleen maar erger geworden. Je werkt je eigen echt helemaal drie keer de ronde rond en je hebt nog niks. Maar ook dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Op zoveel meer plekken is de ongelijkheid groot. Werkomstandigheden zijn slecht, contracten onzeker, de loonkloof tussen de werknemer en de top groeit. Hier zie je mooi weergegeven hoe groot het verschil is tussen de verschillende beroepen. Zoals ook bij de vakkenvullers van Albert Heijn. In 2015 richtte Soufiane zich op de aandeelhoudersvergadering tot de toenmalig CEO van Ahold, Dick Boer. Soufiane was 19 jaar en werkte als vulploegmedewerker met een nulurencontract bij de Appie. Meneer Boer, u verdiende in 2013 zo'n 3,7 miljoen euro. Dat is per uur zo'n 1600 euro. Ik verdien 5,96 euro per uur. Ter vergelijking, meneer Boer, om uw loon van één jaar te evenaren moet ik 299 jaar werken. Dit filmpje is een jaar of vijf oud. Maar wat Soufiane daar tegen toenmalig Ahold-baas Dick Boer zegt, is nog steeds waar. Bij Ahold verdient de topman 125 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. Tijdens de coronacrisis boeken supermarkten megawinsten. En toch profiteert het personeel er niet van mee. Sterker nog, Ahold wil het personeel geen zondagstoeslag meer geven. In het meest winstgevende jaar ooit. Enige tijd geleden sprak ik tijdens de Jesse N-podcast met journalist en schrijver Sander Heijnen over zijn indrukwekkende boek Fantoomgroei. In dat boek beschrijft hij dat bedrijfswinsten sinds de jaren 80 zijn geëxplodeerd. Maar werkenden zagen die economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee. Vitale sectoren als de zorg, het onderwijs en de politie werden ondertussen uitgehold. Sinds 1977 staat het besteedbaar inkomen van huishoudens vrijwel stil. 1977. Doordat die lonen zo weinig zijn gestegen, zijn er in Nederland veel mensen die gewoon een baan hebben, maar die toch onder de armoedegrens leven. Dat liet het Human-programma Schuldig prachtig zien. Mijn omzetten zijn gehalveerd in drie jaar tijd. Ja, waar ligt het aan mij? Dag lieverd, heb je lekker geslapen? Hallo schatje. Wat gek van al die papieren, echt gek. Facturen. Een liefdestaart. Lang leven de voedselbank. Het geld belandt niet bij deze mensen. Er ontstaat een plas rijkdom aan de top. Ons belastingstelsel is helemaal niet zo nivellerend als mensen vaak denken. Dat moeten we als overheid dus beter regelen. En het goede nieuws is, dat kunnen we ook. Taxes. All the rest is bullshit. We hoeven geen magische nieuwe oplossingen te vinden. We hebben de belangrijkste namelijk al. Belastingen. Zoals jij en ik die ook betalen. Als bedrijven zelf hun personeel namelijk niet laten delen in de winst, dan kan de overheid dit recht trekken via belastingen. We kunnen bijvoorbeeld de dikke winsten zwaarder gaan belasten en de opbrengsten gebruiken om de salarissen te verhogen, de zorg betaalbaarder te maken of meer goedkope huizen te bouwen. Herverdeling knocks out ongelijkheid. Klinkt goed, toch? Alleen, dat gebeurt op dit moment niet. Integendeel. Veel grote bedrijven in Nederland betalen amper belasting. Ons land is een belastingparadijs. Toch, Erik? Nederland is een doorvoerland, een handelsland. Maar dat maakt Nederland absoluut geen belastingparadijs. Jawel, dat zijn we wel. Nederland is een belastingparadijs. Nederland is koploper in het faciliteren van belastingontwijking door multinationals. Kijk maar eens naar deze top 3. Maar liefst 80 van de 100 grootste bedrijven ter wereld hebben hier in Nederland een vestiging. Nou ja, een vestiging op papier in ieder geval. Zo kwam aan het licht dat Shell door handig gebruik te maken van ons belastingstelsel geen euro belasting betaalt aan Nederland. Geen euro. Terwijl Shell wel een miljard euro winst maakte in Nederland. Tja, als je hier het neoliberale beleid heilig wordt verklaard, is het niet raar dat ieder bedrijf dat belasting wil ontwijken hierheen komt. Niet echt iets om trots op te zijn, zou ik zeggen. Ter vergelijking, dit, eens even kijken, zo, is wat jij en ik ongeveer over ons inkomen betalen. Ongeveer 37%. Dat voelt toch best veel, hè? En dit is wat sommige multinationals betalen. Dus als Rutte zegt dat hij opkomt voor die hardwerkende Nederlander, wie bedoelt hij dan echt? Dick Boer of Soufiane, die vakken vult? En alsof dit niet genoeg was, om een eerlijk systeem te eisen, is er nog iets aan de hand. Grote bedrijven en multinationals krijgen echt een special treatment van de Nederlandse overheid. En hoe anders is dat als je kijkt naar de gewone Nederlanders? Met als schrijnend voorbeeld het toeslagenschandaal.
Duizenden slachtoffers die onterecht als belastingfraudeur werden aangemerkt. Terwijl voor multinationals bijna letterlijk de rode loper wordt uitgelegd bij de Belastingdienst. Wist je bijvoorbeeld dat multinationals speciale rulings kunnen maken met de Belastingdienst? Dat zijn dus eigenlijk een chique namen ruling voor geheime belastingafspraken. Waardoor ze vooraf zekerheid krijgen over hoeveel belasting zij moeten betalen. Dat zou iedereen wel willen. En zit het financieel eventjes tegen, denk bijvoorbeeld aan KLM tijdens corona, dan zijn er binnen no time miljarden beschikbaar. Met nauwelijks enige voorwaarden daaraan verbonden. Maar mensen uit de toeslagenaffaire financieel tegemoetkomen, dat was lange tijd veel te ingewikkeld. Nederland is onder Rutte verworden tot een verzorgingsstaat voor de allerrijkste multinationals. Want als ik het samenvat, kom ik op het volgende uit. Bedrijven laten hun werknemers niet mee profiteren van winsten. Steeds meer werkenden leven, ondanks dat ze een gewone baan hebben, in armoede. En ondertussen zien we de vermogens en de bedrijfswinsten stijgen en de belasting die hierover betaald moet worden nauwelijks. Als we bij GroenLinks ergens ontevreden over zijn, is het eerste dat we doen zoeken naar alternatieven en oplossingen. En geen wonder dat we voor alles wat we tot nu toe voorbij is gekomen sociale en duurzame alternatieven hebben. Zo kunnen we de verzorgingsstaat voor multinationals afbouwen en de verzorgingsstaat voor mensen weer opbouwen. Dit zijn onze plannen. De winstbelasting voor grote bedrijven die gaat omhoog, zodat het geld niet aan de top blijft kleven. Er komt een einde aan belastingontwijking door multinationals. En we kappen met de beschamende rol van Nederland als belastingparadijs. Grote techbedrijven gaan meer belasting betalen. Miljonairs gaan een solidariteitsbijdrage betalen. De belasting over hun vermogen wordt verhoogd. En als we dit doen, dan kunnen we gewone mensen er fors op vooruit laten gaan. Lage en middeninkomens betalen minder belasting en gaan er in koopkracht op vooruit. Mensen met lage en middeninkomens hoeven geen eigen risico meer te betalen. En kinderopvang, die maken we gratis. En we verhogen het minimumloon. Dit is ons idee. De oplossing zit hem in belastingen. De gewone mensen gaan minder belasting betalen. En superrijken en multinationals een beetje meer. We hebben zoveel welvaart. Laten we ervoor kiezen om die eerlijk met elkaar te delen. En dit lijkt me een duidelijk antwoord op iedereen die zegt dat er geen alternatief is. Dit soort ideeën, dat is waar de komende verkiezingen over gaan. Het probleem is duidelijk, maar de oplossingen ook. Daarom bouwen we de grootste online beweging van Nederland om deze ideeën werkelijkheid te maken. Want onthoud, verandering ligt binnen handbereik. Het is tijd voor meer gelijkheid, meer kansen, meer delen, meer GroenLinks. Doe met ons mee. Meld je aan als online campaigner.